Hallo kijkers van Simon en van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe Fortune Street. Ik heb 69, dat betekent dat ik heb gewonnen. Ja, nee, oké, okay, dankjewel. Dag voor het kijken, tot de volgende keer. Zo werkt het. Ik sta gelijk al vooraan. Leuk. Dit is ook een van de weinige boards die ik nog heb gedaan op TSG destijds. Er zijn na verloop van tijd bijna geen boarden meer die ik niet heb gedaan. Dankjewel Simon. A blurring en no chatting. No chat. Dus even van hoek werken die knopjes ook alweer. Staat hij goed zo? Staat hij goed? Je moet no chat nog. De knoppen zijn gedraaid! Nee, pijn! Anders laat je dit missing warning doen. Ik heb blijkbaar jullie een half uur geschild aan Texas, want dan waren jullie nog steeds bezig. Nee, we hadden het al opgeruimd. Oké. Ik gooi Simon, me gewoon. Simon, graag je moet naar gooien. Options. Ja? Laat maar. Wii Remote Grid. Ja, dat kan je niet in-game doen natuurlijk. Ja, waar gaan we heen? 1, 2, 3. Dat snap ik. Hoe dit bord werkt, het is gekoppeld. Dus dit betekent dat als je helemaal naar rechts gaat, kom je linksuit, ga je helemaal naar rechtsboven, kom je rechtsonderuit, linksboven, linksonder. Dat is interessant. Het is dus eigenlijk een vierkantje. Maar dan toch niet. Maar dan lijkt het er niet op. Kijken of Milan wel de controls kan aanpassen. Ja, voor mij ben je 2 stond gewoon gek. Vertical, toch? Nee, dat is goed. Je moet hem gewoon horizontaal houden. Juist horizontaal. Simon had hem op vertical en daarom werkt het waarschijnlijk zo kut. Oké, jij kan door. Hebben jullie ook dat de muziek zo... Ja, laggy is. Oké. Hoe zou dat toch komen? Kijk eens even naar de fucking achtergrond. Ik zag een Goomba. Het is geen pre-rendered background. De background is ook iets wat standaard nog runt. En heeft dus zoveel dingen. Want je ziet nu al boven Luigi, zag je nu ook gewoon water. En dat is geen model, dat is daadwerkelijk water. Water. Dat we een kotsluiting hebben. Ja. Luigi. Sandring heeft weer een dingie. Opa. Ja, dat is slimming. Ja, dat is goed. Gewoon een tactiek. Dat is Jordi toch, denk ik? Moet wel. Jordi. Ja, het gaat te vlot. Hij heeft weer een vacant land. Ja, nee, checkpoint. Valspelerij. Nou, er is niks valspelerij aan. Nee, dat kan mijn kant op, wel. Nee, ja. Kopen. Yo, shop price 69. Nu heb jij ook gewonnen. Je bent tweede geworden. Ja. Eén. Dat doet werk. Eén. Werkt het een beetje nu je de controle gedraaid hebt, Simon? Ik heb mijn ik weet niet zeker als ik ergens op heb gedrukt, dus het is opgeslagen. Ah. Ik hoop gewoon dat ik het potje doorkom. Zonder te verliezen. Ast. Wel, wat kan er allemaal misgaan? Genoeg. Dat moet je nooit zeggen. Ja, dat zou ik net zeggen. Zeg dat maar niet, Sander. Ja, wie heeft nou een... vacant plot? Oh, natuurlijk. Ook een checkmark. Ik heb ook een keer een vacant plot. Ik heb nog nooit een vacant plot gehad. Ik zou een huis bouwen. Ik dacht van, Jordi doet het ook, zal het vast goed zijn. Ja, dat was... Oh nee, Nee! Dat je zo wel winnen. Ja, dat wil ik ook Monopoly winnen. Al straks. Monopoly, gang. Monopoly? Nee. Ik vind het wel leuk dat Simon met zijn eigen karakter speelt. Ja. Ja, take rest! Oh. Hij maakt ook echt geen klote uit op dit punt. Ik ben moe. Dat gaan we shoppen en kopen. 1. Snap ik. Nee, dat is bijna niet over. Dat zijn 2 enen. Ja, dat is wel waar. Nog een keer 2.
Ja, kies maar. Bijna. Zo'n vacant plot. Maar één te veel. Kijk eens even hoe duur die bovenste is, 800. Oh, holy shit. De Kalverstraat. Oh, die ken ik. Dat is van die Mario. Van die Monopoly. Ja. Bedoel ik. Van die Kalverstraat van die Mario. Er is vast wel een Monopoly in dit Kalverstraat. Ga shopping. Wil je ooit? Nou, bij jou in zeker. Ik vind het jammer dat jullie niet jullie eigen popje hebben. Ik vind dat helemaal niet jammer. Kopen, kopen, kopen! Hoppa. Jezus. Uitsloven. Ja, ik moet iets slopen. Slovering uit, denk Nover? Dat is van die Pokémon. Nee. Ga de goede kant op. Oké. Lastig, hè? Ik draai mijn toetsenbord wel gewoon een kwadslag. Ja, kan ook. Geniaal. Dokker. Ik haat het spel nu al. Kunnen we stoppen? Wil je opnieuw beginnen, Milan? Wil je alweer stoppen, Milan? Alweer? Ja, alweer. Denk je wel voor het geld? Hier kan ik niks met tech support aan doen. Nee. Skill issue. Dat is allemaal. Ja, dat is allemaal skill issue, ja. Skill is je flikkeren net op. Oh jee, er worden stocks gekocht. Ja, welke? Die ene. Ja, ik heb ook heel... Wacht. Ik zou gewoon bij Jordi zijn straat kopen. Dus doen twee stukjes voordat hij nog meer heeft. Ik zal Davina Michel even opzoeken. Davina Michel, is dat een grap die ik niet snap? Ja. Ja. Ja, het maakt geen klote uit, je kan 99 indouwen, maar het gaat alsnog niet omhoog. Ja, nee, dat helpt niet. Ja, sorry, er werd ondertussen ook tegen mij gepraat, dus ik was eventjes in paniek. Snap je? Dat heb je vaker, of niet? Ja, in paniek of dat er tegen me gepraat werd? Ja. Gewoon ja. Wel mee. Big spender. En nou zit dit idee, ik wil hier eigenlijk niet stoppen. Ja, nee, eigenlijk niet. Goed. 1. Ah, natuurlijk. Stonks. Kijk, Milan die snapte. Dat is ook wat ik precies wil doen. Dit ben ik niet, hè. Oh, laat maar. Jordi snapt het. Ja, hij is allebei zo'n groene schildpad, dus... Ongeveer hetzelfde. 2 totemeter. 7? Een 7, ja goed. Hoe je een 7 krijgt op een zeszijdige dobbelsteen. Als ja, dat dus. Als je goed oplet, kan je ook nog... Je kan maar één kant op. Lukt het? Ja, nee! Maar mijn toetsen zijn nog gedraaid! Ja, dan moet je je kop draaien. Oh nee! Ja! Is dit een goede knop? Deze, ja. Hoe lang wil je de hele aflevering hebben, Milan? Ja, duurt me nu al te... Nee. Ik bouw een checkpoint op Miet, want Sanne deed het, dus het moet wel goed zijn. Tuurlijk! Huts! Huts. Zet één stap terug. Dan word ik echt boos. Kijk eens daar, hier heb ik geen klote aan nu. Want het maakt het kopen van winkels zo duur. Mm-hmm. Oh shit. Hoppa, kaboom! Kabooming. Oh nee, dit is nou in 69 meer! Aww. Suffering from success noem je dit. Ja, dat is zeker suffering from success. Nee. Hij is wel meer waard. Jammer dat er geen stocks in zijn. 6? Ja, je moet nog genoeg suits, dus begin maar. Ja. The does not making outing. Sowieso de bovenste helft moet je langs. Oh, hij heeft een vrije weer, hoor. Ja, natuurlijk. Ja, dat is wel slim. Die vuile bitch, dit. Oh. Teen zo gemeen. Rude. Ja, vind ik ook. Maar wel waar. Ja, oké. Rude but true. Naar boven gaan.
Ik zou dan ook naar boven gaan. Ik zou naar beneden gaan. Nou. Ready cash is gone. Losing. Since you've been gone. Since you've been gone. 1. Oh, never mind. 6. Waarom weet je wat? Zeg je never mind voordat ik hem uit heb gegooid? Maar. Oh! Of voordat ik hem uit. Omdat ik dacht dat je de andere kant op moest. Buyout? Buyout? Dat is vast wel een buyout optie. 900, oh, dat kan je betalen. Dat dacht ik. Maar we doen het niet. Nou, saai. Pittig saai. Want ik heb Joris altijd in de halve map van al het geld dat hij heeft. Oeh. Ik ga mee. Wie was Bowser Jr.? Milan. Ik. Oké. Okay. Ronde blokjes. Round the box. Oké, dit is al goed begin. Dat is goed. De booming. Ja, ja, 50 gold is 50 gold. Ja. Mooi meegenomen. Wat was die andere geweest als hij die een kaart suit had? Dan kan ik één suit gratuit gebruiken. Dan hoef ik hem niet echt te pakken. Dat is, deze niet verkeerd om te hebben. Nee. Nee. Zeker needing. Ik heb een heel mooi straatje daar. Ja, dat wordt betalen. Dat kan James niet anders, Zander. Ja, nee, ja, weet ik. Dat is te proberen, Zander. Hey, soms moet je gewoon. Waarom doet de checkpoint het zo goed? Ja, specifiek. Buyout! Misschien was dat. Nee. Was het baat geweest. Ik had het gedaan. Lul maar. Voor de punnies was het leuk geweest. Oh, tuurlijk heeft hij er weer een. Kijk eens. Wat doet hij ook alweer? Hij is een warp. Ah. Een warp naar? Naar waar ik waar naartoe zou willen. Oh, dat is alleen voor jou? Ja. Oh. Maar dan moet je er wel precies op komen, denk ik, of niet? Geen keuze, moet die kant op. Er zit geen logica in hoe de toetsen gedraaid zijn. Dan moet je hem ook meedraaien. Er zit gewoon geen logica in. Ja. Word je een beetje doorgedraaid? Ja, huilie. Zeggen ze dan. Huilie? Huiling? Is dat zo'n pijnpunt MP4? Ja. Ja. Selling the stock scene. Niet te verwarren met dusting the stock. The talk. Dusting the. Ja. Dat kwam echt heel lekker uit. Duidelijk. Ja, Luigi, dat is mijn boy. Luigi is je boy? Ben je zelf je boy? Dat is wel een beetje raar. Dat is ik, Luigi. Ja, hey, kan ik er wat aan doen dat ik verder ga vinden? Ja, daar kan je wel wat aan doen. Persoonlijkheid is het probleem, Sander. Dat zou ik niet zeggen. 2 maar omhoog. Ik wou het wel zeggen, maar ik zei het niet. Ja, had je eerder moeten zijn. Booming. Dat moet je ook. Nou, en jij vindt gek dat je geen vrienden hebt. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, yo? Je krijgt modus. Nee. 11 keer gaan. 1. Jee! Hey. Het is meer dan wat ik eerst had. Oh. Waar is die ruimte? Ga je nu naar rechtsonder, hè? Hoe doe je dat? Waar ben ik? Deze knop werkt wel gewoon. Oké. Heb je gewoon niet een verlept toetsenbord? Nee, dit. Nou, ik kan mijn andere toetsenbord erbij pakken, maar dan gaan jullie klaar dat het voor de wij maakt. Mogelijk. Ben ik niet erg. Welke ding? Aan welke kant moet je op? Linksboven. Links bovenin. Selling the stocks in. Selling the stocks. Luigi. Nee, huh? Maar dat is een spelfout. Volgens mij is het Roberto. Wat weet je behoefte van mij? Nu heel snel, Roberto. Wat?
Ja, Sander Koping Stoksing. Oh, deze is van... Oh, die gaat niet omhoog. Ik geloof in jullie. Oh, dat is lief. Dat is lief, hè. Tenminste, iemand. Oh, ik ga even slapen, hoor, jongens. Doe je vaker, dat maakt niet uit. Ja, dat doe ik inderdaad wel vaker. Ja, weet je waarom? Omdat ik dus vermoeiend ben. Klopt. worden mensen vermoeid van jou. Ja, word je niet precies. Moe van jezelf. Nou ja, dat kan me ook voorstellen dat iemand van zichzelf is. Hij nu haten dat ik niet vermoeid mag raken door mezelf? Ja. Nou, jullie zijn echt haters. Dat klopt, ja. Dat is wat haters. Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt inderdaad wel dat jullie haters zijn. Ja. Wel vriendelijke haters. Nee. Wat Milan zegt, nee. Simon heeft nog daadwerkelijk ready caching. Ja. Nou ja, dat kan nog gewoon dit bord. Hou er rekening mee. Niemand heeft nog een promotie, hè? Nee, dat gaat echt lang duren. Ja, nu snap je ook waarom ik niet op... Ja, snap ik heel goed. Heb gezet. Dat snap ik heel goed. Oh, moet ik het opnieuw kopen? Oh, nee! De knop... Ik heb de knoppen door, het is al even wennen. Het is net dat ene spel op de Wii, zeg maar. Dat je... Die rare Fortune Street. Nee, met Wii Party, dat alles gedraaid is. Doe maar slaap. Ja, zo ga ik goed. Ik ben verkeerd gegaan. Ja, je bent verkeerd gegaan. Looterboy! Daarom zei ik ook, ga naar onderen, dan kom je nog uit. Maar ja. Heb je naar mij geluisterd? Nee. Nee, ik was gefocust met... Nee, dat hebben we door. Ja. Dat er niet naar je geluisterd werd. Ik was afgeleid. Afgeleiding. Ja, afgeleiding. Oeh, dat is een mooie. Oh, nee. Dat is een hele mooie. Het houdt niet op, niet vanzelf. When you land on it, explain the size of a big... Oh, wacht, dit is my landing. Natuurlijk, ik dacht even dat het Jordi was. Waarom? Nee. Omdat Jordi reageerde toen het gebeurde. Ja, omdat ik ook oplet wat andere mensen aan het doen zijn. Ja, dat is lief. Zo ben je niet, Sander, hè? Sander is soms een beetje een bitching. Nah. Laat me even op iets duurs, hoor. Nice, Sander, jij snapt dit spel. Ja, lekker. Monies. Telling the stalking eventjes, hoor. Ja. Oh ja, deze natuurlijk. Nou, Wally Bowser, jij bent. Misschien niet echt op. Nee. Zie je. Rolling the dice. In the deep. Nou, nu mag je even een heel stuk omlopen, Simon. Succes. Goed voor de beentjes. Dat is wel. Ik zou Milan niet naaien. Gelukkig, man. Oh, dit kan goed worden, dit kan slecht worden. Oké, gezellig. Gezellig. Welkom naar terug in mijn straat. Arcade. Nee, ik altijd Sander's geniepige lachje. Memory Block? Oh nee. Welkom to Memory Block. Kies geen klein niets. Succes. Is dat het? Echt wel, ja. Kaboe. Oh, dat is echt net niks. Ja. Oh. Volgens mij wel overrecht de kutst. Ja. Nou, ik had dus een keer dat ik genaaid werd dat alles klein was. Oh. Dat krijg je als je Bowser op Bowserland. Dank je. Godverdomme. Dat is een stap de goede richting op. Selling the stocks. Nul. Twee. Dat is op zich gunstig. Buying. Selling the stocks. Zo wordt onze stok steeds minder waard, Sander. Ja, dat weet ik. Maar wat moet ik dan doen? Niet selling the stocks, hè?
Ja, ja, gewoon geld failliet gaan. Oh. Oh, dat is het. Het ja, dat mogelijk worden om stress te krijgen, heb ik het idee. Ja. Ja, ruilen straks. Hm? Het is bijna alsof iedereen overal één heeft. Ruiling in the deep. Ah, nee, dan land je op jezelf. Dat is dan waarop. Ja. Zeg het, doe man. Hou maar uit. Hoppa. Strikjee. Zelt hij de stocks? Ja, dat gaat hij wel doen, denk ik. Ja. Hij doet het al. 29 stocks meer. Goed maar. Hij deed het toch. Ah, je gaat tenminste wel mooi met de kaarten, Milan. Ja, zeker. Ik heb echt nog 0 kaarten. Squish you. Ah, nee. Oh, had me 1 verder laten staan. Shit, alleen de shit, alle andere? Shit. Ja. Oh, dat wordt betalen! Je kan alleen maar 1 gooien, Sander. Oh, ik gooi 1, gelukkig. Dat wou ik net. Oh, Sander is een big spender. Dat is wel chill voor mij. Als je het nu volgende keer ook doet dat ik alleen maar 1, dan kom ik dus op dat hartje. Je komt sowieso bij dat hartje. Dat is waar, maar dan... Nee, ja. Je moet uitkijken voor je geld, Sander. Want hoeveel geld is Sander nog in stok zitten? Nog 28 stoks. Ja. Een keer 12. Nee. Kijk, betalen! Huts! Hoppa. Maar jullie komen ook nooit op mijn... Nee. Dit was omdat Nico het gehad had. Ja, alsnog, doet wel pijn. Maar dat was ook een beetje mijn idee. De kans dat ik daarop landde zonder manipulatie was heel erg klein. Nou ja. Toen kwam de manipulatie. Ja. Toen ging mis. Het was gewoon 1 op 7 hoor, dat valt op zich wel mee. Het is 1 op 7, maar omdat Milan die kaart had dat iedereen nu de volgende ronde een 1 gooit, ik geen keus. Is dat inclusief mijzelf eigenlijk? Nee. Oh, gelukkig. Pompen. Ik zit eerst even te kijken dat ik op de goede knop druk. Pompen. Dit is zo... Dit speelt zo vreselijk. Pompen. Oké, ja, ik druk hem op. Het is anders te veel werk. Oh, ik vind dit zo mooi. Wat gebeurt er? Ik vind het ook zo mooi dat er geen stoks in zitten. Dus waarvoor heb je het eigenlijk gedaan? Ja, klopt. Jawel, dat gaat ook voor mezelf. Nee, dit. Nee. Jawel, dat zag je aan de dobbelsteen. Oh. Had ik hier maar stoks in zitten? Ja. Dat je dat kon zien. Je kijkt. Geldt het nou ook voor mij? Oh. Nee. Oké, wacht. Dan. De dobbelsteen zag er hetzelfde uit, nevermind. Oeh, 500, Sander. Betalie. Ja, kan ik dan betalen. Je moet hier stoppen, dat sowieso. Ja. Stoppen, dan kijk ik of je het kan wel kopen. Oh ja. Nee, ik ga het niet doen. Nee, want je moet de shop verkopen als je dat zou willen doen. Waarom? Sander, verkopen die shop naast die 2 shops mij ook? Nee, Milan, jij hier. Nee, ik verkoop geen shops. Doe ik niet aan. Wil je hem ruilen? Nou, misschien als je heel veel geld biedt. Ruilen tegen geld, maar je verkoopt het niet. Ja, zijn de mind, zijn ding is een beetje raar. Nou, Simon, je bent er bijna. Je moet nog een klein stukje. Even kijken, wat is de goede knoopknop? Nou, je begint er wel door te hebben. Ja, pissy, een beetje. Zelfde stockings. En dit is nu zo'n kutstraatje. Want die marktprijs, omdat die marktprijzen zijn verhoogd. Sandering. Hallo. Robert. 3. Hallo. Hallo. Oh, sorry. Storing. Houdt gestoord. Dat zie je aan zijn icoontje bij zijn gezicht. Is die gestoord of is die gestoord? Ja. Allebei. Hij wordt en is gestoord.
Kun je wel gooien ondertussen Sunray? Nee. Zo heb ik dat op piraat namelijk en gaat lastig. Dus, hoe was jullie dag? Lang. Heel erg lang. Dat is prima. Of een beetje. Eindigt om 6 uur. Dat is een leuke dag. Sinds Sander is gone. He can breathe for the first time. Je gaat natuurlijk vergeten te knippen. Ja, nu moet je wel uitknippen. Kom op, Sander. Kom op. Oké, okay, ja. Ik was eventjes weg. Gesmoord. Oh ja, joh. Ja. Was je even weg? Oh, het was zo lang. Nou ja, op zich. Onterrein tijdje. Oh, shit, volgens mij had ik het niet moeten doen. Ah, je hebt nog geld over, maakt niet uit. Volgens mij ook een van de weinige borden waar je bankrupt kan worden. Oh. En niet omdat je ergens op landt. Nice. Ja, ik denk dat dat zo bij mij gaat gebeuren. Gebeuring. Hey! Oh, ik denk dat die mag ik heb die? Ik niet. Nee. Betalen aan Luigi. Of gaat sliepen. Ja. Valt me nou wel weer van je tegen. Dat is zo mooi. We begonnen bij 2000. Waar zitten wij? Nog steeds rond de 2000. Ja. Ja, promoties krijgen in dit bord is gewoon een drama. Ja, ik merk het. Ja, huppakee. Het zit zo aan de dijk. Nou, geen stocks, dus rammen met die klak. Oh, fuck. Ja, ik snap ook niet waarom je die kant op ging. Maar ik dacht dat ik alles al had. Nee. Dankjewel. Nee. Sorry. Ah, 10, dat kan ik missen. Oh, ik was ervan overtuigd dat ik alles al had. Wat? Oh, shit. Wat nu? Want welke moet je nog? Oh, jij moet de gele nog. Ja, dat raad je. Ik moet deze. Maar dan kun je daar nu wel naartoe, toch? Ja, en anders kan ik altijd naar links en dan kom ik er ook, zeg maar, door de teleport. Oké. Maar dat duurt langer. Nee, dat maakt helemaal niks uit trouwens. Even stocks kopen, het beste ding dat er is. Eén stok, nice. Nee, oh! Dan moet ik het gelijk opnieuw kopen! Ben je dit spel bedacht? Nintendo? Nee! dit is zo dom! Waarom fix je dan die... Dat kan ik in game niet doen. Ik kan geen controles aanpassen. Nou, ik kan tenminste zo'n self-seal dingetje doen, dus dat is mooi. Maar niet op nodig. Ah, wat wil je? Wil je betalen of wil je een ding? Ik wil betalen. Nou, helemaal goed. Oh, echt? Oh. Ja, ik wil door. Ik wil het hartje hebben. Ik wil een promotie. Ik heb geld nodig. Ja. We gaan die niet verkopen, daar hebben we... Oh, die wel. Ja, maar de andere niet, want hier hebben we te veel moeite voor gedaan voor Bowser. Die ene die het kocht. En je redt het niet in één keer. Oh, dat is wel. Oh, dankjewel. Je bent zo'n liefieing. Iedereen moet daar langs. Milan, ik vind je echt lief. Dank je. Kom jij dan ook op een van mijn taxbureaus? Even kijken of dat lukt. Het heeft alleen zin als je veel geld hebt. Anders... Welke moet ik? Bij stocks kan wel. Ja, jij moet naar de tax office. Tenzij je de lange weg neemt, dan ga je onderlangs. Eigenlijk is het niet een lange weg, want het blijft altijd dezelfde lengte. Ja. Of het is een oneindig lange weg. Dus wat wil je, Sander? Neem je de bovenste weg of neem je de onderste weg? Hij had wel beloofd van dat als het kon dat hij het zou doen. Huh? Oh, hij... Nee. Nou, hij kan alleen maar naar rechtsonder. Kan alleen maar. Ah, nu moet hij opnieuw stocks kopen. Oh, echt? Wie doet dat al 2 keer? Ja, echt, Simon, hè? Echt. Ja, maar hoezo kan ik niet naar boven? Dat je via linksboven komt, dus moet je naar rechtsonder. Oké, wat de fuck? Ah, dokken? Moet je niet doen, dus je moet onder. Ik had best geld gewild. Naar onder.
By the shop? Maar. Dat kan. Ja, is dat slim? Boeien. Momenteel is niks slim omdat je geen geld hebt. Dus. Oh, dat kost als een stokkie. De gaan mijn geld. Dankjewel, hè? Ja. Sander, je hebt helemaal geen stoks meer. Ja, nee, die hebben wel nog 10. Oh. Thank you, Bowser. Ik heb je bijna ingehaald. Ja, maar nog een keer. Oh, hoppa. Ho. Dat is niet hoog. Dat is op nee, Peers. Nee, ik land op die. Lekker. Ben ik even blij dat je geld in hebt gestopt. Ja, dat is nu heb je spijt dat je er niet meer geld in hebt gestopt. Net zoals die ene TikTok van Milan. TikTok? Ja, die moet je echt zien. Milan had zo'n TikTok waarin die dus... hoe zat dat nou ook alweer? Ik zit ook even te denken. Ik kan er ook even niet op komen. Ik weet dat jij zei van... Ja, dat kan alleen gunstig zijn als Jordi daarop landt. En toen landde Jordi daarop. Zoiets, ja. Ja, zoiets, ja. Debug of niet. Ik weet het niet meer precies, maar het was echt... Het gebeurde ook echt precies weer bij Jordi, zeg maar. Hoppa. Ja. Dankjewel, browsers. Dat mag je echt nooit meer zeggen. Dat mag je echt nooit meer zeggen. Dat doet echt pijn. Vader zo'n zoon, hè? Vader zo'n zoon. Zal een beetje wat contant geld hebben? Ja. Wat wil je voor dat groene huisje hebben? Niks. Dat groene huisje. Welke van de waar Milan en Jordi staan. Oh, shimijne. Ah, kon je niet één minder gooien? Simon loopt binnen deze ronde. Ja. En hij doet net alsof het goed is. Oh, de stokprijs blijft gelijk. Sander heeft weinig in stoks meer. Jawel, nog 8. Ik zeg toch bijna geen? Ik zeg toch niet geen? Oh, ben je doof? Sorry. Promotie. Ben je doof? Nou, ik was wel de enige die hoorde dat Jordi in de call kwam, dus... Ja, maar ik heb... Milan hebben OBS aanstaan, dan hoor je dat niet. Nee, dat klopt. True story. Maar dan hoor je wel dat hij zegt, Joost, tech support zie je. Nee, want toen waren wij geconcentreerd aan het tech unsupporten. Ja. Nou, volgens mij was je druk bezig met je Minecraft map van een kijker. Ja, dat is wel waar. Dat maar oké. Dat is bijzaak.